Gedraag je. Ja, gedraag je. En weet je, voetbal moet gewoon leuk zijn. En kritiek mag, maar positief. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Voetbalfit. Vandaag met weer een gast. Met wie zijn we hier? Nou, mijn naam is Aria van Zuilen. En ik ben de secretaris van Normen en Waarden van Rijnsburgse Boys. De secretaris. De secretaris, ja. En wat is dat precies, Normen en Waarden? Normen en Waardencommissie is de commissie die eigenlijk alle meldingen in behandeling neemt waar misdragingen op en rond het veld, schelden, pestgedrag en dat soort meldingen nemen wij dan in behandeling. Oké. We hebben een tijdje geleden hebben we op het veld van Valken zo'n doek onthuld. Ja, klopt. Is dat ook van de Normen en Waarden? Ja, dat is eigenlijk voortgekomen uit de Normen en Waarden van de KRV-gemeente. En dat zijn de voetbalverenigingen Quick Boys, Katwijk, Rijnsburgse Boys, Valken en Rijnvogels. Alle vijf? Ja, alle vijf. Alle logo's staan ook aan de zijkant vermeld. Oké, en over die logo's gesproken gelijk. Bij Quick Boys is er wat fout gegaan. Bij Katwijk is er wat fout gegaan, toch? Wat is er gebeurd, Guus? Ja, die is David. Volgens mij een klein beetje uitgesneden. En waarom? Toch een beetje inderdaad naar de concurrerende club uit hetzelfde dorpje. Oké, wat denk jij? Ja, klopt. Wat vind je daarvan? Bij Katwijk is het 3 keer volgens mij gebeurd. En bij Quick Boys 1 keer. En bij Rijnsburg hebben we ook gezien dat we met het scherp voorwerp over het logo van Katwijk gegaan is. Maar die hebben ze niet kapot gekregen. Waarschijnlijk denk ik ook dat het geweest is toen met de wedstrijd Rijnsburg-Katwijk. Ik vind het eigenlijk heel jammer, omdat wij maken ons eigenlijk sterk als KRV-clubs. Ja. Om juist met elkaar een vuist te maken tegen alle agressie die er rondom het veld en in het veld is. Ja. Wat vind je ervan als je het zo hoort, David? Ja. Jij bent gepest bij de voetbal vroeger. Oh ja. Nu haal ik oude herinneringen op. Ja. Was er toen al zoiets dat jij weet? Een Normen en Waarden commissie? Nee. Dat heb je vader gewoon zelf opgelost. Nou ja, bij Rijnvogels werd er toen niet echt iets aan gedaan. Ja. Ik heb wel gepraat en zo, maar daar bleef het ook bij. En dat hielp natuurlijk niet, want je moet wel actie ondernemen. Ja, praten is leuk en dat kan soms helpen, maar als er geen actie komt, dan heeft het ook geen zin. Er moest een oplossing komen en die kwam niet. Ja, de uiteindelijke oplossing is dat hij naar Quick Boys is gegaan en dat heeft wel geholpen. Ja. Zie je dat vaak gebeuren? Ja, pesten wordt heel vaak gedaan en ik moet eerlijk bekennen, ook wij hebben dat bij ons Rijnsburgse Boys al een paar keer meegemaakt. En daar gaat best heel veel tijd in zitten. Omdat je hebt diverse partijen waar je mee te maken hebt. De gepeste, het slachtoffer dus. En de groep of de 1 of 2 die pesten. Ja. En voordat je daar de vinger achter kan krijgen, is dat best lastig. Ja. Maar ja, het is... Iedereen moet eigenlijk gewoon met plezier naar een voetbaltraining of een wedstrijd kunnen komen. En daar moet geen spanning omheen hangen dat hij denkt van, oh, nu moet ik weer gaan trainen en ja, eigenlijk heb ik niet zoveel zin. Ja. Want sporten moet ontspanning en plezier zijn. Ja, wat is jullie ultieme doel? Ja, ultieme doel, ik denk dat we er meerdere hebben, maar pesten is sowieso iets wat we eigenlijk weg willen hebben. Alleen ja, dat is gewoon heel lastig. Maar pesten gebeurt ook nog bij volwassenen op de werkvloer. Ook dat, en digitaal is tegenwoordig gewoon een ding waar je echt geen vat op kan krijgen. Als iets zeg maar 1-op-1 gebeurt, dan kan je nog enigszins daar wel op inspelen. Maar digitaal is eigenlijk allemaal zo onderhuids. Ja. Dat gewoon niet terug te draaien is. Dat is gewoon heel lastig. Hey, we gaan door met de vragen van jullie. Dan? Nee, ik heb geen vragen. Het begint een soort meme te worden hier. Matthijs? Ja, nou, ik pak regelmatig wel eens een rode kaart. Moet ik dan ook bij jullie terecht? Of hoe zit dat?
Ja, in die zin dat als iemand gedrag vertoont wat steeds eigenlijk terugkomt op het veld en wat eigenlijk in hele korte tijd zich opvolgt, dan kan de club jou zeg maar aanmelden om bij ons een gesprek te komen doen, omdat wij toch willen weten wat daar dan meer achter steekt. Ja. Vaak is het niet alleen het gedrag wat in het veld gebeurt, maar kan het ook zo zijn dat het zeg maar frustratie is wat uit school of thuissituatie kan voortvloeien, waardoor je op het veld je eigen kan laten gelden. Ja. Wat vind je ervan dat de club zich daarmee bemoeit? Nou, ik denk dat het wel goed is, omdat je toch met z'n allen eraan gaan zitten en met z'n allen eraan werken. Ja. Dus eigenlijk wat de aanvoerder doet met zijn team, doen jullie in aparte gevallen als het nodig is. Ja, en wij hebben dan eigenlijk als club zijn, hebben we ook een vertrouwenspersoon. Bij ons is dat Jolanda van Delft. En zij gaat vaak met mensen dan in gesprek om te kijken wat er dan eigenlijk meer achter steekt dan alleen hetgeen wat op het veld gebeurt. Een vertrouwenspersoon is iemand die het gesprek aangaat met degene die bij ons aangemeld wordt. En waarvan wij denken, nou, misschien is het handiger om diegene met iemand te laten praten. Ja. Eén op één. Alles wat met haar besproken wordt, blijft ook bij haar. Wordt ook niet met normen- en waardecommissie gedeeld. Zij heeft ook een adviserende functie. Dus ook zij is niet iemand die dan een beslissing neemt voor diegene. Alleen zij kan wel adviseren om hulp verderop te zoeken. Daan, je had nog iets te vertellen. Ja, want ik heb wel eens een keer op de training dat we... ik ben zeg maar niet de jongste, maar ik ben ook weer niet de oudste. En wel de grootste. Nou, ook weer niet. Nee, echt niet? Dit is een log. Echt groot gas. Nee, maar toen is er iemand naar me toegekomen en ondanks de laatste wedstrijd, ik was er niet helemaal bij. En toen hadden we een wedstrijd en toen zei toen tegen mij ze van je bent helemaal niet goed en ze moeten je echt weer in de verdediging zetten, want ik speelde toen in de spits. Ja. En toen die wedstrijd daarna maakte ik 3 doelpunten. Dan laat je toch weer even tegenovergestelde zien. Ja, en dat is wel weer het leuke aan voetbal. Genoeg serieuze kost, voetbal is leuk. Ja, absoluut. En dat moet zo blijven. Absoluut. Heb jij als norm- en waardecommissie nog een lekker positieve, enthousiaste oproep voor onze kijkers? Gedraag je? Ja, gedraag je en weet je... voetbal moet gewoon leuk zijn. En kritiek mag, maar positief. Ja. En hou het leuk. Ja, ik heb er verder niks eigenlijk. Ik heb er verder niks aan toe te voegen. Ja. Jongens, dit waren de laatste woorden. Dankjewel voor het kijken. Of wacht, heb je nog wat te vragen? Nee. Oké, dan gaan we door. Hey, dankjewel voor het kijken. Doei!